Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Dark Souls 3. We gaan deze keer naar de andere kant van deze kathedraal. We hebben in de vorige part een muur omhoog getrokken, zodat we een soort brug hadden om naar de andere kant te gaan. Al deze lui leven ook weer, dat is heel gezellig. We gaan ze gewoon allemaal kaart voorbij rennen. Want ja, fuck al die kutkrengen. En als het goed is, yep, is hier die muur. Daar hebben we weer een mooie enemy. Rennen. En dan zullen we kijken wat we aan deze kant aantreffen. Niks aan het plafond. Blijkbaar. Oké, dual charm. Apart, geen enemy. Het is, dat voelt raar. Laten we het allemaal ophouden. Het voelt niet echt vertrouwd. Zullen we kijken waar we naartoe kunnen. Ik neem aan uiteindelijk daar naar beneden toe. Dat zal ons uiteindelijk het doel zijn, vermoed ik. Daar naartoe. Waar ook die hele mooie joint is. Aan deze kant is er geen in. Dus er is er maar eentje in dit gebied. Helemaal nu we die... Het is trouwens een deur. Het is geen muur. Maar aangezien we dat omhoog hebben. Hier is weer de deur. Wacht, is dat die ene deur naar buiten toe? Die we al eerder hebben gezien. Dat zou wel cool zijn. Dan hebben we gewoon een rondje. Yep. Nice. Fucking cool. Dit is waar die ladder is die we naar beneden hebben getrapt. Oké, dus dat is deze deur. Zo liep het dus helemaal rond. Oké, nice. Zeker niet slecht. Zo leuk in elkaar gezet zo. De lift. Contraption does not move. Oké. Dat houdt in dat we waarschijnlijk naar beneden moeten. Maar niet met de lift. Dus moeten we kijken hoe we anders naar beneden kunnen. We hebben sowieso nog een andere plek waar we nog naartoe kunnen, volgens mij. Oh ja, we zijn alweer bij die kapel. Ik denk dat de makkelijkste manier via links is. Aangezien dan de hele kathedraal oversteken is, zeg maar. En dan zijn we er. Naar boven heeft sowieso geen nut, want dan komen we weer bij die naakslakken uit. Dus dat is niks nieuws. Dit is trouwens die plek waar we een item weg hadden gepakt. Al een keer eerder. Maar als we hier naar boven gaan, dan komen wij daaruit waar die invasion duurt ook was. Oké, dus daar hebben we een lompe deurt. Hier hebben we van die kleintjes. Oh, kan ik hier gewoon doorheen lopen? Nice. Oké, zullen we dat kleintje even killen? Dan hebben we daar geen last van. Dan kunnen we hier misschien gewoon omhoog lopen. Want achter hem is een trap. Wat is dit voor ding? Oh, haalt dat die deur weer naar beneden of zo? Nee, dat maakt nog een ding. Oh, dan kunnen we hem opsluiten misschien? Is dat het idee? Dat we hem kunnen opsluiten. Ik heb echt geen... Oh, nee, tuurlijk niet. We kunnen nou vanaf daarboven, daar overheen lopen naar de andere kant. Dat is het hem. Denk ik. Oh, for fuck's sake. Zijn er ook nog een dark spirit bla bla bla. Fuck off, jongen. Daar zit ik toch echt niet op te wachten, game. Oké, sla maar. Op zich nog niet zo heel slecht. Oké, stamina regen. Uh-oh. Oké, de andere enemies komen ook eraan, merk ik. Die kleintjes. Even door blijven rollen. Hopen dat die invasion bitch niet heel dichtbij komt opeens. En we gaan gewoon hier naar binnen. Fuck it. Hier was ook nog een tof enemy of zo. Of dat was hij. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik denk dat het eerder dat was. Dat hij dat was. Hij was die tough enemy. En dat klopt op zich wel. Oh, never mind. Er is een fucking spin.
Dit is gewoon even casual een spinbug. Au, wauw, wauw, wauw. Sla hem. Heal. Nee. Oké, hij is dood. Nou hebben we nog 7 fucking flesjes voor die spin-kat dinges. What the fuck is dat? Oké, we hebben nieuwe gauntlets. Ik denk niet dat het schild handig is. Dus ik ga even switchen naar mijn dagger. Dus dat was toch wel een tougher enemy dan deze meneer. What the fuck is dat, jongen? Ja, een soort spin, maar... Het lijkt echt op een soort kat. Half. Gewoon omdat hij zo harig is en van die rare kraaloogjes heeft. Ik neem aan dat 8 pootjes ook heel erg zeer doen voor jou. Oh god, poison. Oh hell no. Oké, dat wordt... Ja, charge hem maar. Oh, dat is prima te doen. Om hem te dodgen. Ik wacht even tot het mijn poison minder is, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon het idee is. Kan ik gewoon naar buiten? Ja, ik kan gewoon naar buiten. Oh god. Als die invasion boer ook nog even. Come on game. Wat denk jij? Oh, weet je wat? Die jongen heeft hem nog niet moeilijk genoeg. Ik laat ook even meneer invasion erbij komen. Oké, dan doen we het op deze manier. Schild erbij. Weg. Dan gaan we eerst die invasion bitch killen. En dan meneer Spin. Ik moet echt aan de kant en even healen. Ah, ik wil zeggen, waar de fuck is meneer invasion natuurlijk? Fuck off. Damn it, ga weg! God damn it, heal. Ik probeer echt een mooi moment te timen. Is hij nog niet dood? Hij is dood. Oké. Oké, Dark's bla 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 bla. Spike Shield, don't fucking care. Heel mooi. Hij is dood. Daar hebben we godverdomme geen last meer van. We hebben ook weer een flesje erbij, zoals je ziet. Zo positief nieuws. Kunnen we niet gewoon bommen op hem gooien? Nice! Dat werkte. Burn, bitch. Mooi. Dat was een spinbos. Beetje gemeen misschien. Maar het werkte. Vuurbommen voor de win. En we hebben een sapphire gekregen. Dus gaan we eens even kijken wat hierboven te beleven is. Oké, Magic Mike. Hallo Magic Mike. Uh-oh. Heal. Fuck jou. Oké. Okay. Waarschijnlijk is hier alleen één item of zo en verder helemaal niks. Amber. Dat was echt gewoon alles. Alleen een item. Oké. Nou ja, een Ember is al veel waard natuurlijk. Dus dat is niet slecht, man. Dat is alles wat hier te vinden is. Dan gaan wij weer even naar die andere bonfire toe. Waar we net ook begonnen. En dan gaan we eens even over dat nieuwe bruggetje heen. Of de nieuwe deur eigenlijk, beter gezegd. Oh ja, daar zijn we dan. Ik ben hier aan de overkant alvast. We moeten zo meteen even omlopen. Maar ik had die ook nog net geactiveerd. Voor de rest kunnen wij er niks mee vanaf deze kant. Waarschijnlijk kan dat vanaf die kant bij die wizard die we net nog hebben verslagen. Kunnen we dan overlopen ofzo. Of er is gewoon helemaal niks mee. Dat kan natuurlijk ook. Maar hij zit in ieder geval in zijn hokje. Dat is het belangrijkste. En nu moeten wij dus even omlopen via de muur. En als het goed is komen we er dan, hoop ik.
Nee, kutzooi. Ik was zo blij daarmee. En dan werkt het ook nog niet. Dus dat wordt hem niet. Ik had echt gedacht dat we dan over konden lopen. Dus dan moeten we toch voorbij hem komen, denk ik. Of hem in ieder geval in dat hok lokken. De deur dicht doen en dan snel wegrennen zelf. Dan is dat de bedoeling. Anders weet ik het ook niet. Als hij in het hok zit, kan hij verder niet wat doen. Dus dat wordt nog wel heel interessant. Hem meelokken en dan gauw dat ding dichtgooien. En dan wegrennen. Ja, dat wordt heel krap qua timing. Maar dan gaan we dat proberen. En dan zijn we dan beneden. Het is echt een heen en weer geloop van hier te Tokio. Maar het is natuurlijk een soort puzzel die we moeten oplossen. Dus dat is wel heel erg cool. Maar hiermee kunnen we de deur... ik noem het maar even een deur. Het is niet echt een deur eigenlijk wel dat. Maar kunnen we open en dicht doen. En we moeten dus zorgen dat hij hier ongeveer ergens is. Dat we dat dan kunnen doen zonder dood te gaan. En dan kunnen we natuurlijk er tussendoor rennen en dan zit hij opgesloten. Maar dan moeten we hem eerst kunnen lokken. Ik weet niet hoe snel hij is en weet ik het dan wat. Dus dat wordt nog heel interessant. En even hier inlopen. Oké, hij is wakker. Kom maar mee. Wat ga je doen? Jij moet mee! What the fuck, jongen? Geen tijd om te gaan kamperen. Ga jij eens even dood, jongen. Dan eerst deze dingen eens even killen. Maar die zijn ook echt stront in je dan. Vooral zo in het water, zeg maar. Auw. En dan zie je ze krap aan. Wacht, werkt de firebomb zo goed op die shit? Wauw. Oké, dat maakt alles heel wat makkelijker. Deze moet op hem zijn, neem ik aan. Hij knikt alleen. Ben jij groot? Ja. Ga jij mij zo meteen killen? Ja. Het werkt wel. Als je heel veel firebombs hebt, dan kun je hem killen. Hij heeft wel een HP-balkje, ik weet dat. Hij heeft er echt wel geen zin in. Oh, fuck it. Ik weet het anders ook niet. Dan maar rollen. Hé, hey, als het werkt, dan werkt het. Fuck it. Ik ga het niet moeilijk doen. Oh. Dat was iets te enthousiast welkom. Hij is nog steeds bezig daar. Heel veel enemies en de deur met een heel groot zwaard. Fucking great. Oké, laten we allereerst maar even onze flesjes vastpakken. Dat is al wel een hele verbetering. Kom jij maar naar mij toe. Ja, dat is prima. Naar mij toe. Ik zei niet dat je spels op me af moest schieten. Ik zei dat je naar me toe moest komen. Damn it. Oké, fuck jou. Hey, die is dood. Er zit daar nog een dude ook, hè. Hier zit ook allemaal mensen. Het is wel heel cool dat we ze gewoon kunnen killen. Het was door die bankjes heen, maar... zie je hem ook gebukt staan nu. Dus even kijken wat dit is. Ember, kan ook anders. Dat vind je best veel, moet ik zeggen. Die embers. Oké, die man is ook neer. Positief nieuws. We hebben daar dus die dude nog in het bankje. En ik weet niet hoeveel enemies hier zijn, maar... wat kunnen wij hier doen? Oh, de lift fixen misschien. Oh, straks werkt die hele lift niet. Dat zou het zijn. We kunnen wel op en neer nu. Ik hoop dat hij nou blijft werken, maar ik ben bang van niet. Ik denk dat hij gewoon altijd kapot is, maar dat wij nu omhoog kunnen als we dat willen. Ik denk dat het hem dat meer is. En ik weet niet wat hier is. Niks. We moeten sowieso langs die lompe meneer.
Eén ding wat zeker is. Dan hebben we hier nog een enemy. Oh, lompe meneer is bewust van mijn aanwezigheid. Jij hebt een mooi groot lompe zwaard. Auw. Ik zei niks over jouw hele mooie grote lompe zwaard. Die ik opeens niet zo heel meer mooi en groot en lomp vind. En waar ik nou heel snel van ga wegdodgen. En mij gauw ga healen. We deden wel redelijk wat damage op hem. Mooi, mooi bankje wat je kapot maakt, vind ik. Ga jou zelf maar even kapot. Oké, dat was dat. Nou, deze man hier nog. Oh, man met schild. Oh, jolly. Die vond ik ook al zo lief. Ik heb liever die dude met dat lompe zwaard dat ik eerlijk ben. Oh ja, ga jouw ding maar weer even doen. Ah, fucking hell, joh. Die shit van hem doet pijn. Die witte shit. Heel. Niks healen, jongen. Ik mocht healen, jij niet. Oké, okay, die is ook nee. Huh. Hoeveel lang moeten er nog dood? What the fuck is dit überhaupt? Wat zijn jullie? Nou, is dood. Ze doen echt gewoon helemaal niks. Zitten mij gewoon aan te kijken. Maar wat doe je? Waarom kill je me? Oh, daar hebben we trouwens een ingang. Okay. Nou, dan kun je hier weer naar beneden. Vraag me niet waarom. Zal wel andere kanten even kijken. Het ziet eruit als een troon, dit. In mijn belevenis. Hier is ook niks, volgens mij. Nee, oké. Okay. Zou dit dan een bossfight zijn? Ja. Dat is overduidelijk een bossfight. Want er is nu al een fog wall. Be wary of curse. Impossible ahead. In short, you don't deserve this. Okay. Time for friend. Oftewel, je kunt dus mensen nu summonen om je te helpen. Het ding is, ik heb redelijk veel souls. En het is een pokken eind om weer helemaal terug te gaan. Dat is echt kut. Het is echt wel een eindje om weer terug te komen. Alhoewel, ja, in principe wel. Ik kan wel naar boven gaan met de lift. En dan hopen dat de lift weer werkt. Maar dat is een kut systeem. We hebben 7 flesjes. Fuck it. We gokken het er gewoon op. Wie niet waagt, wie niet wint. Deacons of the Deep. Oké, okay, er zijn 3 lui daar met rode shit. Fuck jullie. Mijn attacks zijn hier perfect voor. Dus we gaan even dodgy, dodgy, dodgy doen. En als gauw ze het hebben. Bam! Perfect, jongen. Dat is echt perfect om die hele groep op te ruimen. Maar je moet alleen opletten op een duur met rood, rode ogen en shit. Moet je kijken, jongen. Hoeveel lui wij in één keer uitmoorden. Deze combinatie is echt perfect hiervoor. Tot nu toe gaat het goed, maar we moeten die dude daar hitten. Want dat is de daadwerkelijke... Dude, kijk, zo doen wij damage. Aan dat volk, auw. Dus nou moeten we die dude aanpakken, die daar achter staat. En zo gauw ze wil like killen, dan doen wij damage blijkbaar. Aan de main enemy, zeg maar. Aan Deacons of the Deep. Zie? Het werkt vrij simpel tot nu toe. Ik weet niet of het nog moeilijker wordt, maar ik vind dit tot nu toe nog wel makkelijk. Ik denk dat het komt dat ik het makkelijk vind, omdat ik gewoon een heel goed zwaard heb op dit moment. Oh, en er komen al kuttere enemies bij, zo te zien. Oké, okay, fijn dat ik ook in een message zat. Auw, auw, auw.
Oké, we hebben hem wel voor de helft dood. Onze AP gaat echt nog goed. We hebben een extra flesje erbij zelfs. Dat komt dat healen wat ik heb. Zomaar, ik heb een item. Zorgt voor dat ik snelle heal. Na een paar hits, zomaar, dan heal ik. Dus dat is fijn. En daarnaast hebben we natuurlijk die 8 plus flash. Oh, wat is dat? Auw. Oké, dat is die curse waar we voor moesten uitkijken dus. Dan rennen we even een rondje. Geweldige kerkmuziek hier ook trouwens. Het is een mooi plekje. Zeker weten. Jammer dat jullie het allemaal kapot schieten. We moeten even zorgen dat we die rode dude kunnen hitten. Oh, er komt nog meer curse shit aan. Weg daar. Wat is dat? Wat de fuck zijn ze aan het doen? Oh, zij schiet... Oké, dadelijk. Zij schieten allerlei shit in de lucht, zodat hij die curse op mij af kan sturen. Auw. En die komt best hard aan. Dan gaan we even healen weer. Oké, ik moet minder op de afstand zitten. Ik moet meer aanvallen. Ik moet alleen kijken waar meneer is. Daar is meneer. Aan de kant. Oh god. De curse wordt meer en meer. Wegrennen, 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 weg, 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 weg. Is hier overal curse? Dus hier overal curse. Hoe de fuck kom je van die curse af? Door hem te attacken misschien? Curse. How? You died. Wat? Hoe? Wat slaat dat op? Je bent opeens je zit in een gifwolk en ik kan er niks tegen doen. Wat is dat voor fucking onzin? Want we gingen zo fucking lekker. En dan gaan we dood door een fucking gaswolk waar we niks tegen kunnen doen. Want op een gegeven moment hitte ik die dude zelf. Die gaswolk ging niet weg. Gewoon helemaal niks. Oh ja, dan gaan we dan. Poging nummer 2. Ik heb gewoon besloten om er kaart voor te gaan. We gaan ze gewoon allemaal kaart neerknuppelen. En dan moet het wel goed komen. Want op zich waren we heel goed bezig. En het ging heel lekker. We damageden heel veel linebacker. Maar we hadden gewoon nog iets meer moeten hitten, denk ik. Vraag me alleen af waar de fuck mijn souls gebleven zijn. Want die moet ook ergens zijn. Ik weet niet wat dit is. Could this be a ring? Oh. Oké, zo. Daar zijn mijn souls. Oké. Maar ik ben hier ook wel... Nee, ik ben daar niet doodgaan. Ik ben daar doodgaan. Nee. Maar in ieder geval, we gaan dus zoveel mogelijk attacken. En dat moet helemaal goed komen. We hebben genoeg medkits bij ons ook om ons te healen. En zoals ik al eerder zei, we hebben zoveel hits en eigenlijk dat we uit onszelf al healen de hele tijd. Ik wil even dit ding gebruiken, die Green Blossom. Als het goed is, heb ik dan veel meer stamina. Of recover ik het veel sneller. En ik weet niet of het helpt. Nee, ik heb het niet echt zien eigenlijk. Maar ja, mijn plan is dus nu om gewoon nog meer damage te doen. Nog meer te attacken. En gewoon agressiever te spelen. En dan in de hoop dat we ook die andere lui om hem heen killen. Want hij spawnt op een gegeven moment luidjes erbij. En die flikkerde al die bollen naar hem toe. Als ik nou die lui kan killen die die bollen naar hem toe gooide. Dan zijn we binnen natuurlijk. Dan hebben we helemaal geen last van die fucking curse. Dus ik denk dat dat het hele idee is. Kijk, maar daar komen die andere lui al bij. Kijk, zullen we die blauwe luidje nou killen? We wachten op mijn stamina. Even doorrollen. Check jou. Auw. Even wachten op stamina. Zal ik hem nou even... Jullie allemaal kill. We hebben nog steeds volle HP zoals je ziet. Ik dacht heel even dat ik geen HP meer had. Dat we dood waren. Maar dat viel nog wel mee. We blijven gewoon lekker attacken. Niks healen. Niks ervan. Oké. Misschien moeten wij wel even healen.
En we attacken. Gewoon door blijven gaan. En dan, oh, holy fucking crap. Oké, dat was een dikke shockwave. Maar dan moet alles goed komen. Hij is bijna dood. Hij is dood. Zie, het had... Hey, small doll. We hebben die fucking doll. Nice, nou kunnen we eindelijk die brug over. Oh, fucking hell. Ik ben nou zo fucking blij. We kunnen nou verder met de rest van het verhaal. Want ik weet ook niet als dit verder nog iets unlockt. Geen idee, ik neem aan van wel. Dat doen ze meestal wel. Maar nou hebben we tenminste de doll. En kunnen we dat fucking awesome kasteel en eigenlijk wat zo'n mooie kerstsfeer hadden, kunnen we eindelijk bezoeken. Dus daar ben ik fucking blij mee. En de eerste keer hadden we het dus ook wel kunnen halen. Maar ik had gewoon dom door moeten slaan. En dat was een beetje ook de twijfel die ik had. Van, moet ik doorgaan of niet? Ik denk even iets meer defensive misschien. Maar het was zo fucking easy. Gewoon keihard door blijven slaan. Dat was het. Ik vraag me alleen af wat dit was. Could this be a ring? Wat je daarmee bedoelt. Verder is hier helemaal niks. Echt helemaal niks. Het is gewoon doodlopend blijkbaar. Wat ik heel raar vind. Dat is nog veel creepier eigenlijk. Al die mensen die er bovenop staan. What the fuck, jongen. Is hier ook geen bonfire? Oh ja, wel toch wel. Wat zei je? Is hier geen bonfire? Dat is raar. Oké, nice. Nou ja, weer een bos verslagen. In twee keer. Had echt gewoon in één keer gekund. Als ik maar gewoon dom door had geslagen. En dat is iets wat ik me nou echt gewoon kwalijk neem qua dat. Want ik had het echt gewoon makkelijk in één keer kunnen doen. Maar natuurlijk geen ramp om het in twee keer te doen. Maar het is gewoon... het voelt zoveel beter om het in één keer te doen. En we hadden het echt makkelijk kunnen halen. Dus dat neem ik mezelf nu wel heel erg kwalijk. Maar ja, verder niks aan te doen. We gaan in de volgende part dan naar de brug toe. De doll gebruiken, zodat we door die fog gate kunnen. En dan gaan we weer een awesome nieuw gebied in. Want er hingen cash weer. Dus dat is fucking awesome. Als je het leuk vond, vergeet ook niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!